Op 7 januari 2017, na het EK schaatsen, wordt bij het Tielfstadion een man in zijn hand geschoten. De verdachte vluchtte daarna weg naar Spanje, is daar aangehouden en uiteindelijk door de rechtbank veroordeeld wegens zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie vindt echter dat er sprake is van een poging tot doodslag. De verdachte heeft van heel dichtbij, door het raam van een auto, een vuurwapen afgevuurd op het slachtoffer. Wie dat doet, die aanvaardt de grote kans dat daarbij ook iemand om het leven komt. En dus is er sprake van een poging tot doodslag.